Dit is de tijd van grote uitdagingen. Van innovatieve oplossingen. Dit is de tijd van het kan wel. Dit is onze tijd. Een podcast van TNO met Glenn van den Burg. Quantumtechnologie kan problemen oplossen in minuten waar een klassieke computer jaren over zou doen. Quantumcomputers hebben de potentie om onvoorstelbare doorbraken te verzorgen op gebieden zoals materiaalwetenschappen, geneeskunde en kunstmatige intelligentie. Maar wat is quantumtechnologie nu eigenlijk? En hoe kan deze technologie bijdragen aan belangrijke doorbraken? In de studio twee experts die daar alles over weten. Roger Verberg is director Semicon en Quantum bij Medical. En ook nog Medical Photonics. God, dat is nog wat bij elkaar. Bij TNO. En Arjan Stolk is PhD candidate bij Q-Tech. Fijn dat je luistert. Dit is Onze Tijd. Een podcast van TNO. Ja, quantumtechnologie. Ik moet jullie heel eerlijk zeggen, ik heb er eerder een keer een podcast over gemaakt, Roger en Arjan. Dat is geen eenvoudig onderwerp, kan ik jullie zeggen. Dus nu al respect voor jullie. Wij hebben denk ik met z'n drieën de uitdaging om de luisteraar kort mee te nemen in wat het is, zodat hij zich daar een beetje een voorstelling van kan maken. Dus Roger, help ons. Wat is quantumtechnologie? Ik zou zeggen, begin met accepteren dat we het niet helemaal gaan begrijpen. En in dit half uurtje helemaal niet. Oh, dat is oké. Okay. Ja, ik ga gelijk de verwachting even bijstellen. Het is oké okay om het niet helemaal, dat je het niet daarvoor is snapt. Het net even te ingewikkeld. Okay. Maar gelukkig zijn we nu zover dat we heel veel dingen snappen. En er ook een aantal dingen mee kunnen. Dus terwijl sommige onderzoekers nog blijven zoeken naar kunnen we het beter begrijpen. Zijn wij onder andere bezig met wat kunnen we er al mee. Dus Je kunt twee sporen bewandelen. En wat zijn dan de eigenschappen die we niet hoeven te doorgronden, waardoor er zulke spannende dingen mee gedaan kunnen worden, Arjan? Nou ja, een van de fundamentele dingen van die quantumtechnologie is dat ze een andere manier hebben om informatie te processen. Dus dat je op een andere manier naar problemen gaat kijken dan dat je bijvoorbeeld nu met klassieke computers kan. En een van die dingen is een belangrijk onderdeel is de qubit. Dat zeg maar de fundamentele bouwsteen is van een quantumcomputer. In contrast met de klassieke bit. Ja, de nul of de één. De nul of de één. Aan of uit. Ja. En wat zeg maar over de decennia in het verleden gezien is dat als je die qubits dus gebruikt om informatie op te slaan en te verwerken, dat je dan problemen op een andere manier aan kan pakken. En dat bijvoorbeeld dus problemen die voor een klassieke computer heel moeilijk zijn, voor bijvoorbeeld de versleuteling kraken van huidige encryptie, dat die op een quantumcomputer in theorie veel sneller kunnen. Aha, oké. Okay. Dus het gaat voor versnelling zorgen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Maar dan zeg ik even als leek, het gaat toch al elke keer sneller. We hebben de wet van Moore, volgens mij heet die, dat het elk jaar al twee keer zo snel gaat. Moet het nog zoveel sneller? Nou ja, de vraag is er wel naar. En inderdaad, wat we normaal gesproken doen in de computertechnologie is elk jaar, elke twee jaar gaat het een factor twee sneller. Dus dat zijn bescheiden stapjes, maar enigszins voorspelbaar. Wat we nu met quantumtechnologie proberen is die quantumcomputer bouwen. En die gaat niet een klein beetje sneller, maar die gaat voor sommige problemen echt een factor, duizend, miljoen misschien wel, sneller voor hele specifieke problemen. Okay. Dus de uitdaging is, kunnen we hem opzetten en inrichten voor die specifieke problemen, waar die zo'n enorme impact kan hebben. Oké. Okay. Rogier, waar ben jij nu mee bezig waar je elke ochtend bijzonder blij je bed voor uitkomt? Wat vind je zo mooi aan wat je nu aan het doen bent? Ja, kijk, voor mij is het mooi natuurlijk dat wij een enorm team hebben. Bij Q-Tech hebben we 250 mensen en andere TNO-afdelingen ook nog tientallen. En met z'n allen zetten we stappen in al die gebieden, onder andere in de quantumtechnologie. Dus dat is quantum computers, quantum sensoren en quantum communicatie. En met z'n allen zie je dat je behoorlijke stappen maakt. En we doen natuurlijk niet alleen in Delft. We werken met de rest van het land en ook internationaal samen. Ja, en elke paar maanden vieren wij wel dat we weer een stap gemaakt hebben. Dat we of een qubit hebben gemaakt, Arjan noemde de qubit, dat we die beter onder controle hebben. Of dat we meer qubits naast elkaar aan elkaar kunnen koppelen en samen kunnen laten werken. Ja, dat soort milestones, die volgen elkaar nu een redelijk tempo op. Ja, je zit echt aan de voorkant van een ontwikkeling. Hè? Het is veelbelovend, maar er moeten ook nog wel heel veel problemen opgelost worden. Ja, dat is het dilemma. Enerzijds ben je enthousiast omdat je zoveel stappen maakt. En tegelijkertijd begrijpen wij als geen ander hoeveel werk we nog hebben te doen voor die computer ergens in een commerciële toepassing staat te draaien. Ja, want even voor de duidelijkheid. Je kan nu niet naar een groot bedrijf bellen en zeggen, doe mij even een quantumcomputer. Dat is een beetje ingewikkeld. Nou, er is je moet heel veel geld hebben. Bij IBM kan je iets huren. Oké. Okay. IBM heeft een quantumcomputer redelijk ver ontwikkeld. En die staat ergens in de cloud aangesloten.
En daar kan je in principe nu op inloggen. En als je dan betaalt, dan kan je daar wat berekeningen laten doen. Dat is eigenlijk de eerste commerciële versie. Wauw. Sterker nog, ook Qtech heeft zijn eigen quantum computer in de cloud staan. Het is dan een hele bescheiden quantum computer met, wat is het, 5 qubits? En dan kan je gewoon naar www.quantum-inspire.com gaan. En dan kan je zelf interactie hebben met die quantum computer. De vraag is alleen, wat kan je ermee? Kan je daar nuttige dingen mee? Kan je daar snelberekeningen mee doen? Nou, op dit moment nog niet. Maar ik kan zeker aanraden om gewoon daar naartoe te gaan en te kijken wat het allemaal precies inhoudt en hoe het allemaal werkt. Ik kan me voorstellen dat de interface nog niet zo eenvoudig is als bij ChatGPT of zo. Dat je gewoon een vraag kan stellen, neem ik aan. Je moet er wel een beetje verstand van hebben. Er zit genoeg informatie bij om ook jou te leren over hoe die dingen precies werken. Dat het hele idee ook, ik denk dat het ook één belangrijk thema is van waar we het nu over kunnen hebben, is dat er ook heel veel kennis nodig is in het brede publiek en ook in technici en een beroepspubliek om daar verder mee te gaan en verder mee te werken. Want zoals Gier zei, je kan het niet alleen, je hebt een groot team nodig. Arjan, wat ben jij aan het doen waar je nu super enthousiast over bent? Ik ben op dit moment een PhD aan het doen bij Qtech in de groep van Ronald Hanson. En zijn groep is eigenlijk veel bezig met het bouwen van kleine quantum netwerken. Dus het al aan elkaar koppelen van kleine quantum computers. En mijn project zit vooral in het idee van hoe kan je die koppeling, dus die quantum links, hoe kan je die nou doen op bestaande telecom infrastructuur? Oké. Hoe breng je dat soort concepten van een quantum netwerk, hoe breng je die nou in de daadwerkelijke echte wereld, in zeg maar de deployed quantum, in de telecom fiber? Oké. En daar ben ik erg druk mee. Gaaf. Alright, we gaan vooruit in de tijd. Tijdmachine actief. Jaar 2030. Ja. We zijn in 2030. Het klinkt alsof het heel futuristisch en ver weg is, hè? Maar ja, het is nog geen 7 jaar. Nee. Dus het is ook alweer dichtbij. Maar het interessante is natuurlijk, het is wel een jaar waar veel mensen een ambitie, veel organisaties een ambitie voor hebben. Wat is die ambitie voor TNO op dit thema, Rogier? Onze eerste ambitie is dat we in 2030 een vrij grote gemeenschap om ons heen hebben verzameld en gebouwd om deze milestones te bereiken. Het is begonnen bij Qtech, de TU Delft en TNO in samenwerkingsverband. Maar inmiddels hebben we al een zestal start-up bedrijven gecreëerd. We hebben wat bedrijven uit het buitenland naar Delft toegetrokken. Waardoor er nu een heel groot ecosysteem ontstaat. En wij schatten dat in 2030 er buiten ons instituut zeker meer gebeurt dan in ons eigen instituut. Okay. En dat hebben we nodig om al die parallele paden die je moet aflopen te ontwikkelen. Het ene bedrijf doet die component, een ander bedrijf doet een ander component. Wij blijven doorwerken op de wat moeilijkere fundamentele stukken. En samen is dat de snelste weg naar een quantumcomputer. Ja, en is dan ook het idee dat Delft een soort hub wordt voor dat soort technologieën? Dat zal ongetwijfeld in andere plekken van de wereld zullen er ook veel gebeuren. Zeker, ja. Er wordt veel gesproken over dit soort hubmodellen. In verschillende technologieën ook. En voor quantum is Delft echt wel een belangrijke hub aan het worden. Ja. En we doen dat wel met een aantal andere sites in Nederland ook. Hè. Bijvoorbeeld de wiskundige kant zit wat meer in Amsterdam. Wij zijn wat meer vanuit de natuurkunde aan het denken. Ja, voor de fijnproever, dat is toch echt wel een andere approach. En je hebt die verschillende dingen nodig. En ook Twente, Eindhoven hebben zo'n eigen bijdrage. En daarnaast werken we natuurlijk ook samen met hubs in het buitenland. Ja. Maar Delft doet niet onder voor de andere hubs. Zeker niet. En als je het concreet maakt, hè, want er zijn nu voorzichtig wat eerste live in de cloud zijnde quantumcomputers, waar nog relatief weinig qubits op draaien. Het mooie is dat die, wat ik ervan begrepen heb, exponentieel gaan. Hè. Dus als je van 5 naar 10 gaat, dan gebeurt er al iets heel wilds. In plaats van dat je denkt, het is verdubbeld. Ja. Maar dat gaat exponentieel, dus dat is interessant. Wat kunnen we er in 2030 mee? Jullie zijn dan natuurlijk super enthousiast. Maar wij denken natuurlijk als gewone burgers en mensen die geïnteresseerd zijn in de wetenschap. Van ja, wij willen die vooral de toepassingen die willen we natuurlijk zien. Ja, dat is een goede vraag. Het zou fijn zijn als we in de toekomst zouden kunnen kijken. Om het daadwerkelijk kunnen voorspellen. Maar ja. En ik moet ook toegeven dat 2030 is inderdaad voor kwantumtechnologie een relatief snelle tijdslijn. Ik denk dat er echt hele interessante ontwikkelingen die liggen verder in de toekomst. Oké. Dus dat is denk ik wel iets wat we kunnen stellen. Maar als je kijkt naar het klasseprobleem of het type probleem wat nou echt interessant is voor een quantumcomputer, dan kan je bijvoorbeeld kijken naar problemen in de chemie, waarin je moet kijken naar complexe structuren van moleculen of van eiwitten. En voor een klassieke computer, die zou al die interacties tussen al die elementjes van zijn molecuul allemaal één voor één moeten doorgaan en zo heel hard moeten rekenen wat dat molecuul precies doet. Nou, een quantumcomputer zou je kunnen gebruiken door dat molecuul
letterlijk in de kwantumcomputer te stoppen. Omdat elk molecuul is een kwantummechanisch systeem. Want de kwantummechanica heeft zeg maar, de fundamentele beschrijving van zo'n molecuul. Dus als je dan je kwantumcomputer direct kan gebruiken voor het simuleren van dat soort moleculen. Kan je dat veel efficiënter doen. En dus grotere moleculen simuleren. En dan één molecuul die je bijvoorbeeld kan noemen is heel erg relevant voor het produceren van kunstmest. Dat is een enorm energierovend probleem in de huidige industrie. Ja. Dat gebeurt onder hoge druk en onder hoge temperatuur. Terwijl schimmels in het bos doen het gratis bij normale temperatuur en normale druk. Nou, waarom kunnen die schimmels dat doen? Is omdat ze een bepaald molecuul hebben dat een soort katalysator is voor dat proces. Wij kunnen niet berekenen wat dat molecuul precies doet. Maar kwantumcomputers zouden het wel kunnen. Want gewone computers die moeten. Wat ik er dan heb van heb begrepen is. Die doen eigenlijk net als wij mensen. Die kiezen een pad. En die gaan dat af. En op een gegeven moment denken ze. Oh, dat is niet het goede pad. We gaan een ander pad uitproberen. En wat een kwantumcomputer doet is wat een mens niet kan. Die vermenigvuldigt zichzelf gewoon. Die gaat gewoon alle paden tegelijk af. Dat is wat ik ervan snap. Nou ga jij mij natuurlijk vertellen, nou dat zit iets ingewikkelder in elkaar, dat snap ik. Het is altijd iets ingewikkelder, ja. Maar het is een goede analogie om iets van te begrijpen waarom het sneller zou kunnen zijn. Ja. Het tegelijkertijd afgaan van die paden is een analogie. Maar het is inderdaad, zo'n soort versnelling is inderdaad hoe je erover na kan denken. Je kunt het een beetje vergelijken met als je een staardeling maakt. Hè, dan dat leer je op school, dan moet je gokken door welk getal je een groot getal kan delen. En wat inderdaad, wat wij doen, we gokken een getal. En dan kan je weer heel snel verifiëren of die gok goed was of niet. Dus zo werken wij in de computer eigenlijk ook. Ja. Maar een kwantumcomputer die kan inderdaad al die getallen tegelijkertijd aftasten. Dus die komt meteen tot het goede antwoord. Waar wij misschien 5 of 10 of misschien wel 100 pogingen doen. Nou, is misschien wel even interessant. Hè? Want dat is natuurlijk een bekende. Hè? De traveling salesman volgens mij. Hè? Dus dat is je gaat een reis maken door Amerika. De traveling salesman gaat die reis maken. Ja. Die moet langs, 15, 20 adressen. En geloof het of niet. Zelfs de beste supercomputer vindt dat heel erg ingewikkeld om uit te rekenen. Wat nou eigenlijk de beste manier is om langs al die adressen te gaan. Precies. En de kortst mogelijke weg uit te vinden. Ja. En terwijl je dat zegt, denk je, nou, dat moet toch niet zo ingewikkeld zijn. Maar dat is dus blijkbaar heel ingewikkeld. Ja, dat is een heel gemeen trucje. Ja. Want inderdaad, als je een klein netwerk hebt, en je moet 3 of 4 adressen af, dan denk je, nou, dat kan ik zelf bedenken. Met 10 adressen, met een beetje puzzelen, kom je ook wel. Maar elk adresje wat je toevoegt, komen er niet 2 keer zoveel, maar echt heel veel meer mogelijkheden om dat hele pad af te lopen. Ja. Dus dat probleem, dat begint makkelijk. En dat loopt vrij snel uit de hand. En inderdaad, ook een goede computer kan dat eigenlijk niet bijbenen. Als je een FedEx-achtig groot netwerk hebt, dan heb je eigenlijk een kwantumcomputer nodig om dat optimaal door te rekenen. Ja, dus daar kan het ook één op één zou daar dus ook een hele interessante oplossing voor. Ja, de logistiek is ook al genoemd als een mogelijke oplossing. Ja, ja. Absoluut. Ja. Welke zie je nog meer aan te denken, Rogier? Nou, dat we daar in 2030 al zijn, maar. Nou, eigenlijk waar je nu al impact hebt, is in de encryptie. Okay. Kijk, die encryptie is eigenlijk gewoon een moeilijke wiskundige som om te voorkomen dat jouw communicatie met de bank of weet ik met wie je communiceert afgeluisterd wordt. Sinds wij nu een paar jaar roepen van we zijn een kwantumcomputer aan het bouwen en hij komt eraan, zijn de deskundigen in encryptie aan het denken geslagen en gezegd, ja, maar stel nou dat het ze lukt om die kwantumcomputer te ontwikkelen, dan zal een aantal soorten encryptie niet veel meer waard zijn. Dus moeten we alternatieven ontwikkelen. Dus door wat wij hier in dit veld doen, is in een ander veld, in een cryptieveld, dus al een nieuwe trend gaande om nieuwe protocollen te bedenken waar een kwantumcomputer niet tegen opgewassen is. Ja. En daar wordt dus al nagedacht over implementatie. Dus dat is eigenlijk al een ontwikkeling die, nou, dankzij de kwantumcomputer ingezet wordt. Ja, 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 want het heeft nogal wat tijd nodig om dat allemaal weer aan te passen en overal te implementeren. En tegen op het moment dat de kwantumcomputer er is en die kan al die encryptie redelijk makkelijk kraken, dan hebben we natuurlijk met z'n allen een mega probleem. Dan heb je flink probleem. En zeker de banken, de financiële sector, die is gebaat bij vertrouwen. Ja. Dus die gaan inderdaad jarenlang testen voor ze zoiets introduceren. Die gaan niet over één nacht thuis. Ja, ik zit ook aan wat nucleaire wapens te denken en zo, die misschien toch wel iets beter beveiligd zouden moeten worden dan tegen die tijd. Er zijn meer toepassingen die we in het publieke debat denk ik niet allemaal kunnen bespreken. Wat is een beetje de holy grail, Arjen? Nee, wat Rogier noemde was in de hele, zeg maar, geschiedenis van de quantum computing was dat encryptie kraken één van de eerste holy grails. Dat is voor jullie de holy grail? Nou, niet voor mij persoonlijk, maar ik kan zeggen dat heeft wel het veld, zeg maar, in de overdrive gezet. Dit kan je doen met zo'n machine en het gaat heel veel sneller. Dus wat als er nou nog andere problemen zijn die je ook op die manier kan oplossen? Dat zou wel heel fijn zijn. Maar ik vind persoonlijk de link met de chemie een hele belangrijke, dat heel veel processen in industrie en ook in medicijnen bijvoorbeeld, dat zijn allemaal hele ingewikkelde processen op het niveau van moleculen en interactie met het lichaam.
En ook de rekenkracht die je daarvoor nodig hebt is immens. En ook dat zijn van die problemen die schalen op zo'n manier dat ze, ja, klein kan je ze wel doen, maar grotere moleculen, no way. Ja, en dan kan je de beste supercomputer erop zetten, maar dan krijg je nooit je antwoord. Dus dat zijn voor mij heel erg de holy grail oplossingen om dat soort dingen te kunnen gaan simuleren met zo'n nieuwe quantumcomputer. En daar echt nieuwe medicijnen, nieuwe batterijen en nieuwe chemische processen te optimaliseren. Ja. Ik zit ook, we hebben andere ontwikkelingen natuurlijk waar iedereen natuurlijk nu middenin zit, is big data. En op een gegeven moment wordt die data natuurlijk zoveel dat je eigenlijk wil dat er verbanden gezocht wordt waar je misschien helemaal niet aan denkt. Klopt. Is dat ook iets wat past bij zo'n quantumcomputer die al die paden heel snel af kan gaan, zodat er dingen uitkomen waarvan je denkt, daar had nooit iemand aan gedacht. En een van de drijvers van dit veld was een algoritme wat hierop gericht was om in een grote database een bijzonderheid, een anomalie te ontdekken. Dus dat is zeker een toepassing. Dat zal daarvoor gebruikt worden. Maar als je nu kijkt naar wat we de laatste 2-3 jaar zien, is dat we beseffen dat je niet al die data in een quantumcomputer kan stoppen en dan gaan zoeken. Want dan duurt het nog langer voor wij een quantumcomputer ontwikkelen die groot genoeg is. Yeah. Dus waar we nu naartoe werken is een koppeling van onze quantumcomputer met supercomputers. Want bij supercomputers zitten faciliteiten en de mensen die weten hoe ze met hele grote databases om moeten gaan. Ja. Hoe je daar toegang toe regelt. Hoe je een groot wiskundig probleem in stukjes ophakt en naar verschillende deelcomputers stuurt. En wij denken dus nu dat onze quantumcomputer een soort toevoeging is aan zo'n systeem. Ja, een soort turbo erop eigenlijk. Een soort turbo. En de computerspecialisten die moeten dan nadenken van, ja, dit deel van het probleem stuur ik naar de quantum turbo. En dat deel van het probleem doe ik op een conventionele supercomputer die goed is met grote databases en grote geheugens. Ja, en ik hoor hierbij eigenlijk ook zeggen, en dat gebeurt natuurlijk nu al, dat waarschijnlijk een soort dienst wordt die ergens in de cloud zit. Want zomaar ergens een quantumcomputer neerzetten op je desktop, dat gaat niet gebeuren. Nee, nou, je moet nooit nee zeggen. Nee. Ja. Want de voorspellingen van de ontwikkeling van de gewone computers, die zaten er ook verschrikkelijk naast. Waar, ja. Ja, maar met de technologie die we vandaag hebben, heb je helemaal gelijk. Dan zien we voorlopig bij een supercomputerstation. We werken ook samen met Surf in Amsterdam, hè, onze nationale supercomputer. Ja, daar denken we inderdaad, daar zet je de eerste computers neer. En misschien nog 10 jaar verder zullen instituten en grote bedrijven er ook eentje kopen. Maar voorlopig zitten ze inderdaad in de cloud, denken we. Nou, kortom, nog veel toekomstmuziek. Maar ja. Tijdmachine actief. Terug naar nu. Ja, we gaan even terug naar het nu. Wat zien we nu al gebeuren? Wat is er nu? Wat kun je nu al zeggen over deze technologie? Die klinkt als inderdaad toekomstmuziek. Maar wat gebeurt er nu al? Wat nu al toepassing heeft eigenlijk? Nou, misschien niet in ons dagelijks leven, maar in de wetenschappelijke wereld. Ja, Arjen? Ja, er gebeurt echt heel veel. Als ik in mijn omgeving kijk bij QTech, dan zijn daar heel veel verschillende tracks die allemaal bezig zijn met andere onderdelen van de quantumcomputer. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld verschillende platformen bekijken van waar kan je nou precies de beste qubits mee maken. Maar ook naar wat zijn de beste algoritmes om goede computers met elkaar te linken. Of hoe kan je ze het beste errorcorrectie doen? Hoe doe je errorcorrectie bij quantumcomputers? Al dat soort fundamentele vragen, die worden nu echt flink te grazen genomen en bekeken op niveau. En dan moet je bijvoorbeeld denken dat je nu quantumcomputers hebt van 5 of 10 qubits, waar we al goede controle over hebben en waarmee je dan dus simpele algoritmes kan laten zien van oké, zo zou het in de toekomst kunnen werken. En dan is het nu vooral gericht op dat soort platforms. Van welke platforms schalen het beste? Welke platforms hebben nou de beste kwaliteit qubits? Is dat de uitdaging? Dat schalen naar gewoon meer qubits, dat stabiel krijgen. Dat is de uitdaging waar je nu aan gewerkt wordt. Ja, ik denk dat een van de trends die je ook ziet de afgelopen jaren is dat mensen of onderzoekers heel veel proberen samen te werken met bijvoorbeeld bestaande industrieën. Zoals de silicon industry van bijvoorbeeld Intel. Zo van, kan je het idee van heel veel klassieke chips maken, kan je die ideeën ook gaan toepassen op het maken van quantum chips? Want dat zou natuurlijk enorm helpen om dat soort grote productieprocessen op te zetten. Ja, klein vraagstukje is wel dat we redelijk lage temperaturen nodig hebben. Dat is wel nog een uitdaging. Ja, ook dat is op dit moment een topic van onderzoek. Zo van, hoe heet hot qubits? Hoe heet kan je ze maken? Zou je ze bij kamertemperatuur kunnen maken? Zijn daar systemen voor te vinden? Ja, dat zijn allemaal heel interessante vragen waar nu nog heel hard aan gewerkt wordt. Ja. Het klinkt vooral, Regier, ook dat de vraag niet meer is, gaan we hier wat aan hebben? Is dit een interessant researchveld? Maar dat er al heel veel versnelling eigenlijk is. Ook doordat er allerlei commerciële partijen ook bij betrokken zijn die belang in hebben. IBM noem je al.
Ja, dan gaat het natuurlijk wel. Dan kun je verwachten dat het heel snel gaat. Ja, als je het met andere trends vergelijkt. Over het algemeen is het wel zo, als een bepaalde industrie zich erachter schaart. Met alle kennis en financiële middelen die zij hebben. Dan kom je er zeker wel een heel eind. Ja. Dat is inderdaad echt anders dan toen wij 10 jaar geleden begonnen. Dat waren een aantal instituten die waren bezig. En wat universiteiten die de fundamentele kant bekeken. Ja, dat waren langzame jaren, zou ik maar zeggen. Vergeleken met wat er nu allemaal gebeurt. Ja. Absoluut. Ja. Wat is de rol van TNO in die hele ontwikkeling? Nou ja, wij zitten vaak tussen het academisch onderzoek en de industriële toepassing. En dat is eigenlijk ook wat we met Q-Tech gedaan hebben. Dus toen wij begonnen met Q-Tech, toen had de Universiteit van Delft al heel veel kennis van dit vak. De quantumkennis. TNO als organisatie niet zo. We waren er niet echt mee bezig. We hebben natuurlijk wel mensen met een opleiding, maar we waren er niet actief in dit veld. Dus toen wij samen gingen werken, toen gingen wij gelijk kijken naar welke technologieën uit de industrie of uit ons portfolio kunnen we toevoegen aan de kwantumkennis. Mm-hmm. En hoe kan je systematisch toewerken van een academische kennispositie naar een doel wat je wil bereiken. Dat is een andere manier van werken dan de academische nieuwsgierigheid gedreven onderzoeken. Ja. En daarin hebben we elkaar aangevuld. En nu is de volgende stap dat ik met veel meer industriële bedrijven steeds meer op dit onderzoek actief ben. Wanneer zijn jullie dan klaar? Zit ik me gelijk te bedenken. Het voorlopig nog niet, zo te horen. Nee, ik denk dat wij nog even bezig zijn. Ja. Wanneer beginnen we? Ja, dat is een kwantumvraag. Je bent altijd bezig en je kunt nooit stoppen. Nou, nee, kijk. Normaal gesproken zeggen we, als het echt een volwassen industrietak is, dan wordt onze rol anders. Dan blijven we beschikbaar voor hulp en nog hier en daar een wat support en dingen. Maar onze rol zou dan kleiner moeten zijn dan het nu is. En nou ja, dat is ook eigenlijk gewoon het doel wat ik net benoemde. Wij proberen de industrie op poten te zetten waar Nederland trots op mag zijn. Dat Nederlandse industrie meedraait internationaal met bedrijven die in dit domein actief zijn. En schets dat is, hè, want er gebeurt heel veel. Ik heb ook allemaal filmpjes van NTT, dus volgens mij Japan, hè, hebben we langs zien komen. Als je kijkt naar wat we in Nederland, in Delft aan het doen zijn. We zijn natuurlijk een klein rotlandje met relatief veel mensen en veel hoogopgeleide mensen. Welke rol spelen wij in die hele kwantumtechnologiewereld? Dat is een spannende vraag. Ja. We hebben nu een goede rol, omdat onze kennispositie echt nog wel bij de wereldtop hoort. Ja. Op sommige punten lopen we voor, op andere punten net een beetje minder. We hebben een aantal bedrijfjes die in hun niches echt hele mooie dingen doen. Maar het zijn vaak wel eens kleine bedrijfjes die we zelf hebben geholpen om op te zetten. We hebben nog geen grote industriële partijen zoals een IBM en een Google in Nederland die zich erachter scharen. Nee, en ASML die denkt, ja, dat is toch wel hele andere technologie dan. Nou, maar lithografie doen, ja. Die hebben het nogal druk met de vraag naar lithografiemachines. Dus het Nederlands bedrijfsleven kan heel veel. Maar die hebben het op sommige punten te druk met hun eigen markt. Ja. Nou hebben we gelukkig wel een voorbeeld. Dus dat komt alweer mooi uit. Van een mooie ondernemer die er allemaal bezig is. Mijn naam is Erik Kivit, CEO van Q-Blocks. Wij zijn actief binnen quantum computing. Quantumcomputers hebben de belofte om onze maatschappij te helpen zeer complexe problemen te helpen oplossen. Dankzij control stacks kunnen quantumcomputers efficiënt worden bestuurd, zonder dat daar een lange voorbereidingstijd voor nodig is. Je kan de controle-elektronica dus zien als het zenuwstelsel van een quantumcomputer. Wetenschappers en bedrijven die met quantumcomputers werken, besteden veel tijd en energie aan het met elkaar verbinden van elektronische apparaten om zo een quantumcomputer aan te sturen. Meerdere elektronische apparaten moeten met elkaar verbonden worden en deze apparaten moeten allemaal tot op de nanoseconde met elkaar synchroon lopen. Dit proces kan op een traditionele manier soms wel weken in beslag nemen voordat bedrijven en wetenschappers aan de slag kunnen en ook het eindresultaat blijft erg arbeidsintensief. Om bijvoorbeeld met slechts 5 qubits te werken, hebben wetenschappers alleen al besturingselektronica nodig wat een gehele kamer kan opvullen. Met Q-Blocks Control Stacks heb je slechts 1 apparaat nodig van het formaat van een aktetas om tot wel 20 qubits aan te sturen. Dat is 4 keer zoveel capaciteit in een veel kleiner systeem. Dit is essentieel om de quantumcomputer op te schalen. De quantumindustrie ontwikkelt zich erg snel, waardoor onze oplossing perfect mee kan groeien met de markt. Daarnaast zijn we een snelgroeiend bedrijf en we zijn altijd op zoek naar enthousiaste collega's die met ons willen meebouwen aan deze toekomst. Ja, ook zij zijn op zoek naar mensen. Wie niet, hè, tegenwoordig. Uiteraard. Ja. Ja. Arjan, help ons even met het belang van deze ontwikkeling. Nou, je ziet natuurlijk gelijk voor je, hè, een kamer vol apparatuur of een aktetas en de snelheid waarmee dat natuurlijk werkt. Helpt natuurlijk heel erg. Maar hoe helpt dit weer het proces van het versnellen van die ontwikkeling bij met quantum computers?
ja, dit sluit denk ik heel erg goed aan bij wat voor vraagstukken op dit moment quantum computing een beetje terughouden. Ik heb natuurlijk zelf heel veel ervaring van het opzetten van onze eigen labs, waar wij ook een quantum computer hebben. En wij hebben inderdaad racks vol aan elektronica, die allemaal van andere suppliers komen, van andere types. Allemaal moet je ze aan elkaar knopen, zodat je inderdaad het zenuwstelsel opbouwt van je quantum computer. En het is heel goed dat Qblox erover nadenkt, hoe kan je dat nou op een geïntegreerde manier doen? En hoe kan je dat nou schalen naar de toekomst? Dus dit zijn van die innovaties die heel erg helpen in zeg maar de weg naar zo'n grotere full-stack quantumcomputer. Ja, en ik kan me voorstellen, als je er weken mee bezig bent met het voorbereiden, voordat je eindelijk aan de slag kan met datgene, het experiment wat je wil doen, ja, dat maakt nogal veel uit. Als dat veel sneller kan, dan gaat alle ontwikkeling en alle kennis die je gaat opbouwen natuurlijk ook veel sneller. Ja, exact. Ja, en ja. Ook als je bijvoorbeeld met één partij kan praten over de specificaties van bijvoorbeeld wat voor machines je nodig hebt qua signaalsterktes of ruisniveaus. Dat, voor quantumcomputers is dat een hele speciale, specifieke hardware. En anders moet je langs alle hardware manufacturers gaan ter wereld en met iedereen gaan praten. Terwijl als zij dat voor jou specifiek kunnen leveren, dan is het natuurlijk fantastisch. Ja. Mooi hè, Rogier, dit is wat we bedoelen. Hè? Dit soort bedrijfjes, die hebben we nodig, toch? Dit zijn prachtige bedrijven. Ja. We hebben er een heel stel. En we hopen dat een aantal ervan in ieder geval flink door kunnen schalen. Ja. En ze hebben in ieder geval potentie. Het ziet er heel goed uit. Ja, want jij kent ze. Zeker, ja, ze komen uit onze groep. Het is, is eigenlijk een soort spin-off van wat jullie aan het doen. Dit is een van onze spin-off bedrijven in de Delftse, ja. Ja, absoluut. Ja, te gek. Nou, daar gaan er vast nog veel meer volgen. Het interessante is natuurlijk, jullie geven het zelf al aan en jullie dempen ook een beetje de verwachting natuurlijk. Zeker omdat de belofte zo groot is van we hebben echt nog wel tijd nodig. En 2030, dat is eigenlijk te dichtbij om echt al hele concrete dingen te doen. Maar ja. De tijd tikt. Dit is onze tijd. Ja, we hebben nogal wat uitdagingen waar deze nieuwe technologie enorm bij kan helpen. Nou ja, je hebt zelf al wat voorbeelden gegeven natuurlijk. In de chemie, in de geneeskunde. Op zoek naar nieuwe farmaceutische oplossingen voor allerlei ziektes die we hebben. Dat is natuurlijk fantastisch. Nou, de logistiek is natuurlijk een enorme uitdaging. En noem daar nog maar eens even de klimaatverandering. En weet ik veel wat allemaal op ons afkomt waar we wat aan kunnen doen. Dus we hebben best wel een beetje haast. Dus wat is er nodig voor de versnelling? Rogier, wat hebben we nodig met z'n allen? Nou, weet je, het belangrijkste is het juiste talent. Oh ja. Ja, je zei het zelf al. Er is natuurlijk een gevecht om talent. In Delft bijvoorbeeld hebben we een hele mooie community aan het bouwen. Een paar honderd mensen. Maar ja, je hebt wel de beste van de wereld nodig om hier meters te maken. Ja. En ze kunnen niet allemaal van Nederlandse opleidingen komen. Want dat zijn eenvoudigweg te weinig. Dus of in Nederland moeten meer vrouwen in de technologie, in de techniek gaan werken. Dat zou enorm helpen. Daar hebben we echt, die zijn ondergerepresenteerd. En we moeten ook heel veel talent uit het buitenland halen. En die talenten die we hebben, moeten we heel, heel slim inzetten. Want we mogen ze niet te veel verspreiden over te veel onderwerpen. Want daar hebben we te weinig mensen voor. Ja. Ja, je zou bijna zeggen dat er een soort verdelingsvraagstuk ligt. Hè? Van leuk allemaal mensen die de finance ingaan. Hartstikke belangrijk sector natuurlijk. Maar misschien moeten ze wat meer de quantum computing in. Om daar hun wiskundige kwaliteiten te delen. Nou, wat wel heel, heel erg leuk is. Zeker jouw oproep, Rogier. Waarbij je zegt, eigenlijk hebben we meer vrouwen nodig in deze technologische tak. We hebben een vraag altijd bij de tijd tikt. Hebben we altijd een vraag van een young professional. In dit geval is het Amarens Bekkers. Ze is trainee bij TNO. Laten we even naar haar vragen. Luisteren. Ik ben benieuwd hoe ik in de toekomst kwantumtechnologie ga terugzien in mijn dagelijks leven. Ja, nou, dat is heel interessant. Ja, lekker concreet. Nou, Arjen, het dagelijks leven. Je wordt wakker 's ochtends. Je gaat je tanden poetsen. Nou, dat speelt de film maar af in je hoofd. Waar ergens ga je de impact merken? Ja, hopelijk ben je dan een mooie werknemer bij een mooi kwantumbedrijf in je dagelijks leven. Dus dat is natuurlijk helemaal fijn. Ja, heel goed. Zie je er genoeg van terug in je dagelijks leven. Ja, als je er snel wat van wil merken, moet je er gaan werken. Dat is eigenlijk wat je zegt. Zeker, want dan kom je er 's ochtends, sta je ermee op en ga je er zelfs mee naar bed. Ja. Ja, maar zonder grappen, dat is wel een van de echte bottlenecks voor dit soort ontwikkelingen. Dat het is zo'n complex probleem en op zo'n grote schaal. Je hebt enorm veel mensen nodig om dit op te zetten. En ook wereldwijd is de competitie natuurlijk. Iedereen wil dit soort technische mensen hebben. Dus dat is, dat is gewoon de moeilijkheid. Om specifiek in te gaan op de vraag van hoe merk je het in je dagelijks leven?
Aan de ene kant hopelijk vrij weinig. Namelijk dat er geen encryptie gebroken gaat worden. En dat je bankgegevens nog veilig zijn. En die bankgegevens, dat die, het feit dat die veilig zijn, kan je ook zeg maar, nou ja, dan hopelijk quantum encryptie voor bedanken. Dat ze dat probleem oplossen. En hopelijk in de toekomst, in de iets verdere toekomst, dat daadwerkelijk als je naar de dokter gaat, dat je dan sneller je medicijnen kan hebben, omdat quantum computers die berekeningen helpen te versnellen. Maar dat, ja, dan moeten we wel echt in de toekomst gaan kijken wat erg moeilijk te voorspellen. En bedoel je dan ook, ja, dat noemen ze volgens mij personalized medicine, hè? Dat je veel meer medicijnen krijgt die afgestemd zijn over op jouw lijf, wat natuurlijk misschien wel het meest complexe systeem is wat we hebben. Ja, precies. Ja, precies. Dat inderdaad, dat soort problemen waarbij zoveel inputs zijn en zoveel gegevens en zoveel data, dat het niet te behappen is met een normale computer, dat een quantumcomputer dat wel kan en daar de persoonlijke bevelingen kan geven voor mensen. Wauw, cool. Ja, dus dan slik je niet een pilletje wat toevallig voor de gemiddelde mens goed is, of wat alleen maar op mannen is uitgetest, wat ook nog wel eens plaatsvindt. Maar dan heb je er eentje die echt afgestemd is op wie jij bent en hoe jij in elkaar zit. Wauw. Rogier, hoe merk je het in je dagelijks leven? Nou, naast dit soort concrete voorbeelden is ook belangrijk hoe merkzaam je bent. Kijk, waar we nu heel veel aandacht geven aan kwantumtechnologie, heette dat een paar jaar het vooraanste onderzoek heet nanotechnologie. En nog daarvoor sprak men over microelektronica. Ja. En die laatste twee die nemen we nu for granted. Maar het is overal. Ook deze studio zou niet werken zonder al die technologie. Dus als je er naar kijkt, dan zie je dat het overal is. En wij denken dat kwantum na nano een volgende golf is van dit soort innovaties. Dus als je dan oplet, dan zie je het overal. Wauw. Alright. Nou ja, de oproep is helder. Hè? Sterker nog, laten we hem nog eens doen gewoon. Want jullie hebben nu allebei aangegeven van, nou, eigenlijk hebben we het belangrijkste wat er nodig is meer mensen die eraan mee willen werken, die hun talenten voor willen inzetten. Dus laten we eens even de oproep doen. Waarom zou je in dit vakgebied moeten gaan werken, Rogier? Waarom is dit zo fantastisch om erbij te zijn? Kijk, als je uit de inhoud komt, is dit gewoon een mooi vak, omdat de inhoud mooi is. Maar de impact is naar verwachting ook behoorlijk groot in de toekomst in verschillende sectoren. Economische impact, de geopolitieke relevantie. Hè. Er wordt al over exportcontrole en dat soort zaken gesproken. Heel belangrijk dat Nederland goed mee blijft doen in deze race. En het is dus niet alleen voor natuurkundigen. Je hebt er toevallig twee aan tafel hier. Maar het gaat ook om ondernemers. We bespreken over leuke start-up bedrijfjes. Maar meestal staat er naast een natuurkundige een hele goede ondernemer die van dat bedrijf een bedrijf maakt. Ja. En ook al dat soort skills die willen we graag koppelen aan het inhoudelijke programma. Ja, want jullie ontwikkelen natuurlijk de technologieën. Maar ook jullie komen ook de vraagstukken tegen waar oplossingen voor moeten komen. Waar straks een enorme billion dollar business aan vast zit. Ja, dus het zou mooi zijn als er nog een paar goede ondernemers, die heeft Nederland natuurlijk ook, zich verbinden in dit vakgebied. En kijken of we nog wat unicorns kunnen bouwen. Oké. Okay. Arjen, zelfde vraag aan jou. Overtuig de luisteraars dat hij de quantum in moet. Ja, als je nou luistert in deze podcast en denkt van, nou, dat is wel heel interessant, dan kan ik allereerst vertellen, je kan bijvoorbeeld ook online kijken naar quantum-network.com om met bijvoorbeeld een quantum netwerk te spelen, om te kijken hoe ziet het er nou uit en wat doet het nou precies. En ik kan hem nog een keer noemen, de quantum-inspire.com. Dan kan je met de quantum computer aan de slag en kijken hoe die werkt. Maar wat het nou echt interessant maakt om in dit vakgebied te werken, is dat je inderdaad die bijdrage kan leveren aan iets groots, wat potentieel enorme impact heeft op de samenleving. En ook dat relatief jonge mensen die nu onderzoek doen, die zijn heel erg gemotiveerd om hier echt iets van te maken. En zoals Rogier al zei, van als je met een natuurkundige achtergrond hierbij komt, dat is natuurlijk fantastisch. Maar je hebt ook heel veel andere mensen nodig, die technici, die dingen onderhouden, die dingen bouwen samen met je en ook businessmensen die hier ook goede impact op kunnen hebben. Dus ik kan het alleen maar aanbevelen. Super. Nou, ik dank jullie zeer voor de inzichten. Jullie hebben het zowaar behapbaar. En het helpt heel erg om te zeggen, Rogier, in het begin, je hoeft het niet te snappen. Dat maakt het leven een stuk makkelijker. Dus dankjewel, Rogier Verberg van TNO en Arjen Stork van Q-Tech. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren naar Dit is Onze Tijd. Een podcast van TNO. Wil je meer weten of luisteren? Ga dan naar tno.nl/podcasts/dit is onze tijd. TNO, Innovation for Life.